Anja Daams, Catherine van Doornen en Britt van Marsenille. Goedemorgen en welkom. Ik mag geen muzikale fouten maken vanochtend. En My Boy Lollipop van Millie. Het is eerste reggae hit, hè? Ah, voilà. Hè. Zeg, komen jullie niet elke ochtend? Het is wel gezellig. Ja. Ja, twee iconen, twee instituten wat de Belgische popgeschiedenis betreft, hebben wij aan tafel Jan Delvaux en DJ Bob Ewing, die een programma hebben. 13... Het is al Bob. Ja. Bobby, ja. Bob. Als Pamela mag ik Bob zeggen. Hè. Bob. Pamela Daams. Ja, 13 november is er een nieuw boek. Of komt er... De hoeveelste zijn we nu vandaag? Het is doet de ronde. Voilà, het nieuwe boek uit de popgeschiedenis. En wat ik uit de show, uit de vorige show, onthouden heb, en wat ook uitgebreid in het boek staat, dat is het verhaal over ene Sylvain Tak. De man van de... Ja, een van de mythische figuren van de... Suzy Wafel. Ja, de Suzy Wafel. Mogen we ze niet open doen? Het is eigenlijk een soort van zero to hero. Ja. Hij was een bakker. De Robin Hood van de Vlaamse show. Hij was een bakkersgast en hij vond een wafel uit. En op 10 jaar tijd had hij 50% van de markt. Hij was een briljant marketeer en wafelbakker. En dan op een dag komt er een merkwaardig figuur bij hem aankloppen. Dus in Halle hadden een zekere Pater Pax. Dat is een geniaal figuur geweest. Die stelde dus het klooster ter beschikking van de jeugd. We kennen nu zo de Trix en het depot in Leuven. Het is een heel mooi verhaal. Dus iedereen die van 40 of 50 jaar oud is, kent dat, want die gingen daaruit. Die maakte een soort cultureel centrum met repetitie. In een klooster dus. In een klooster. Hè? Die was een tijd ver vooruit. En daar beginnen dus groepjes te repeteren. En daar komt een succesvol groepje uit. Met een topnaam trouwens vooruit de klooster te komen. Die heette The Criminals. Ook wel. Maar de zanger van The Criminals, dat is Paul Severs. Ah ja. En dus, ik ben verliefd op jou. De Pater Pax moet die een beetje managen. Maar die ziet al heel snel dat hem dat is een stijl op zich. Ja. En die kent Sylvain Tak, die daar de succesvolste ondernemer is met zijn Suzy Wafels. Die gaat met de Sylvain praten en zegt, kun jij mij niet helpen? Dus wafels produceren en muzikanten managen, dat is hetzelfde. Ik dacht dat Paul Severs gewoon dat die bij Sylvain Tak werkte. Ja, jawel, dat is dan daarna gebeurd. Dus dan heeft Sylvain die onder zijn hoede genomen. Ja? Die mocht dan part-time bij Sylvain de wafelbakkerij komen werken. En voor de rest zei Sylvain, houd jij maar met je carrière bezig. Amai. En dan ging Sylvain all the way. Hè. Dus dan is hij een platenfirma opgericht voor Paul Severs. Want die vond geen platencontract. Dus dan heeft hij een studio gebouwd. Een van de modernste studio's in Europa. Met een zwembad aan, met logies eraan. En dan spreken we welke jaren? Begin jaren 70. Ja. Dus naast de Suzy-fabriek in Buizingen kwam dan een volledige opnamestudio. Zo'n miljoenencomplex heeft ze dan gebouwd. Dan, Paul Severs, dat lukte niet om hem in de boekjes te krijgen van toen. Wat doet Sylvain? Wat zegt hij? Dan begin ik zelf een boekje. En welk boekje is hij begonnen? Het bestaat nog altijd alleen online. Huh? De Joepie. Dus hij is dan met Joepie begonnen. En dan draaide de BRT zijn plaatjes niet van Paul Severs en zei van, ja, maar dan begin ik zelf iets. En dan is hij begonnen met... Mi Amigo, de grote piratenzender. En ook dat was en Mi Amigo was dan alles samen, want dan kon hij geld verdienen met reclame, hij kon zijn artiesten draaien en hij kon reclame maken ook eens voor zijn wafels. Dus hij had gewoon En we gaan het nog eens laten horen. Gouden sleutel. Ja, Paul Severs, we gaan hem nog eens laten horen. Inderdaad, een opbeste goedemorgen allemaal. U luistert naar uw gastheer Paul Severs en uw verzoekprogramma tussen 9 en 11 uur. En dit spijtig genoeg voor de allerlaatste keer. Inderdaad, wegens technische moeilijkheden moet ik dit verzoekprogramma vandaag stopzetten. Misschien komen wij terug binnen enkele maanden. Laat ons hopen. Maar dat is toch een onwaarschijnlijk. Misschien even situeren. Hij had een verzoekprogramma op Radio Miamigo en die kreeg 3000 verzoekjes per week kreeg die binnen. Dus van die gele briefkaarten in die tijd. En dit was zijn laatste programma op Miamigo moest stoppen. En dit was zijn laatste programma. Dus haakjes, we hebben een mailtje van iemand gekregen die de opnamestudio van Sylvain Tak heeft overgekocht destijds. Dit maar even tussen haakjes. Okay. Studio Swan. Studio Swan was dat, Leo Kaarts. Waar we straks nog over gaan hebben trouwens. En Pierre Jonker. De sky is de limit. Ja, dat was het ook. Maar dan kreeg je een probleem natuurlijk, want Mi Amigo was illegaal. Ja. En het Belgisch gerecht zat hem op de hielen. En dan is hij verhuisd naar Spanje. En dan is hij zich gaan vestigen in het fabuleuze Playa de Haro. Zegt jij dat nog iets? In de buurt van Barcelona. In de jaren 70 gingen veel mensen daar met vakantie. Sylvain had gewoon dus een radio gemaakt, zoals hier eigenlijk, een studio. In de drukste straat van Playa de Haro. En mensen gingen daar echt op bezoek kijken hoe dat mensen radio maakten. Oh, leuk. Toen al, hè. Toen al, hè. Voilà, ja. Visionair. En daar is het fout beginnen gaan. Hij was dan zeer rijk.
Hij bedoel, hij verdiende heel veel geld. En dan is hij in de drank en de drugs gevlogen eigenlijk. En dan op een bepaald moment heeft hij alles afgestoten. Het werd ook te moeilijk nog om dingen te gaan doen. Dan verhuist hij naar Bolivie. Heeft hij daar een nachtclub is hij daar gaan openen. Heel bizar. En dan is hij verliefd geworden. Ja, het wordt hallucinant. Is hij verliefd geworden. En dan bleek dan een geheim agent te zijn. Van de Franse undercover agenten eigenlijk. Daar is hij verliefd op geworden. En die heeft hem dan verleid om drugs te gaan transporteren tussen Bolivie en Frankrijk. En dan op een dag, en dat is een mooi verhaal, landt hij op Orly, de luchthaven van Parijs. Ja. En er is een douanier die zegt van meneer Tak, mag ik u vragen, wat is er met uw been? Want u loopt nu al een jaar lang met een gips rond. Daar moet toch iets speciaals mee aan de hand zijn? Mag ik daar eens aankomen? En toen hebben ze in die gips 5 kilogram cocaïne gevonden. En toen was het gedaan. Wel, een per kilogram een jaar bak gegeven. Dus hij is 5 jaar in de Amigo gevlogen. Dus ja, hij heeft 5 jaar moeten in de gevangenis doorbrengen. En daar heeft hij eigenlijk dan weer een ander idee gekregen, want zijn ondernemende geest stopte nooit. En toen hij eruit kwam, dan dacht hij, de muziek, daar stop ik mee. En dan, toen al, dan spreken we van, dus dat begin jaren 80. Toen wou hij biovoeding en natuurproducten gaan op de markt brengen. Maar dus ja, op dat moment is de wereld niet klaar voor rijst-suzie-wafels of soja-suzie. Dat marcheert natuurlijk. Nu zou dat de max zijn. Maar toen waren de hipsters er nog niet en die koffiebars. Met een beetje wit poeder in. Ja. En dus voilà, en dus dat is totaal mislukt. En ja, bizar genoeg, hij is overleden in 2011. Arm en eenzaam. Hè. De gemeente Oudenburg, waar hij begraven ligt. Ja, vlakbij Oostende. Die hebben moeten zijn begrafenis nog prefinancieren. Dus en Paul Sever, hoe is het daarmee? Zeer goed. Hè. Paul treedt nog altijd heel vaak absoluut. Op. Absoluut. Zeer drukke agenda. Ja, er is onlangs een veiling geweest, was heel mooi, van zijn vroegere showkleren. Hij had tussen Paul en de Paulettes, denk ik. Zijn vrouw heette Paulette. Ja. En die hadden de prachtigste showpakken. En mijn dochter heeft daar nu eentje van, zo'n glitterjurkje. Ja, dat is een heel collectie van duizenden showpakken eigenlijk. Maar ja, die heeft echt gouden tijd, want zijn eerste hit, Ik ben verliefd op jou, dat is in het Frans vertaald. Dat is een Europese hit, dat is ook in het Frans en in het Engels vertaald. Ja. Dat was echt, dat waren de gouden tijden. Hè? Dankzij Sylvain. Straffe verhalen allemaal die je te horen krijgt als je naar Belpop gaat kijken. Maar er hoort ook muziek bij natuurlijk. En dat is maar zo meteen. De Madame. Met Anja Daams, Catherine van Doorne en Britt van Marsenille. Radio 2.